in theater de liefde voor een volle zaal zijn theatershow, terwijl het volgens de regels toen nog niet mocht. De consequenties daarvan zijn nu duidelijk. Ja, er werd nou ja, meteen al werd gezegd boete. Hè, ja, maar nog niet hoe wat... 2500 euro. Dat was de boete. En nou ja, ze hebben hem overtreden. Dus nu hebben wij nog even gebeld. Wat gebeurt er nou? Nou, ze zeggen, wij gaan het betalen. Dus niet Theo Maas, zo'n cabaretier met al die volle zalen, kan het ook niet betalen. Begrijp ik. Kun je beter een nieuw theater die aan het bouwen is, die weinig inkomsten heeft. Kun je beter zeggen, jongens, betalen jullie dat? Begrijp ik. Vind ik mooi maatschappelijk betrokken, Theo Maas. Dus Theo Maas heeft gezegd, nee, het theater betaalt dat. En dat theater is natuurlijk net begin. Dus die hopen een beetje dat ze een korting krijgen. Hè, van de boete? Ja, van de boete. Omdat maar dan gaat jij zit in de politiek. Dan gaan ze de burgemeester vragen of zo? Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Korting op een boete. Niet tegen één partij in de gemeente zeggen, jullie gaan minder boete betalen. Ja, dat zijn de regels. Ja, dus je kan het altijd vragen. Je kunt het altijd vragen. Er kan ook altijd nee gezegd worden. Precies. Ja. Maar nee, dus en we hebben nog even die actie gehad bij 100%NL. Die crowdfunding. En dat vind ik toch een beetje een raar verhaal. Ze zeggen, ja, we weten niet hoeveel het is. Maar wie weet hebben we het niet allemaal nodig. Denk ik, nou, 2500 euro, dat moet toch wel met de crowdfunding opgehaald zijn. Als het zo was, het leefde ongelooflijk op dat moment. Ja. Dus, en ze willen ook niet precies zeggen hoeveel geld nou opgehaald is. Dus ik denk dat dat een beetje tegenviel. Maar als ik Theo Maas was, ik zat nu te kijken, zou ik zeggen, jongens, sowieso 50-50. Theo Maas. Helder. Gisteren bleek het Instagram-account van Martien Meiland te zijn.